Run to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder. Hey, leuk dat je kijkt. Hey. Wij zijn Henry van Loon en Jelka van Houten. En wij gaan aan de hand van deze vragen testen hoe goed we elkaar kennen. Hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? Best wel goed. Best wel goed. Let's go. Oké, welke eigenschap van Rosa heb ik ook? Het lijf. Het lijf. Ja, dat is heel het lijf. Nou ja, gewoon uiterlijke kenmerken. Allebei blond en een nice body. Nice body? Welke eigenschap van Jelle heb ik in het echt? Ja, dat is gewoon echt eigenlijk niets. Nee. Nee, want Jelle is heel gierig, ben jij niet? Nee. En Jelle is heel, misschien soms een tikkeltje ongeduldig. Oh ja, want ik heb dat bij jou ook. Jouw eigenschap met Rosa, dat heb ik ook. Dat jij dus soms een beetje gestrest kan zijn. Ja. Maar ja, wie niet? Heb ik het liefst een avondje thuis op de bank of een avondje uit? Nou, Jelka, ik ken je zo goed. Beide. Soms is het echt wel fijn om lekker een avondje uit te gaan doen. En soms is het ook lekker om op de bank te zitten als je geen zin hebt in een avondje uit. Potato, potato. Klopt het? Ja, dus ik wilde zeggen potato, potato. Ja. Zie je, zo goed ken ik jou. De volgende vraag. Jelka, ja. Wat is mijn verborgen talent? Dat je eigenlijk een MacGyver bent. Dus ja, ik weet niet hoe het zit met generaties, maar MacGyver, dat is een serie van iemand die dan zei, oh, dat is kapot, wacht even, ik heb nog een stukje paperclip en ik heb ook nog een stukje kauwgom en nu heb ik een bom gemaakt. Ja. Ja. Innovatief, mensen. Ja. Met een paperclip en een stukje kauwgom maak ik een bom. Misschien een verkeerd woord, maar... Je had er ook het speeltuin van kunnen maken. Dat is waar. Ik ben handig. Ik vind het leuk om te knutselen. Was dat ook jouw antwoord geweest? Ja. Top. Oké, deze is klaar. Ja. Welke scène vond ik het moeilijkst om te spelen? Jel. Ja, ik denk wel de scène is dat Jannie gewoon ondertussentijd aan het blaffen was. Ik denk dat het lastig was. Oh ja. Met Jannie, onze hond, die moet af en toe mee naar de set. Maar de mensen van de productie, die zijn ontzettend goed met Jannie. En dat is heel erg fijn. Maar soms dan... Soms is ze een beetje gestrest, kan ze niet goed alleen zijn en dan, dan was ze een beetje gefukt en dan ben ik ook gefukt. Jannie gefukt, ik gefukt. Of andersom. En de hele set gefukt dan ook. Want de set gefukt. Productie gefukt, Bien en Vara gefukt, NPO gefukt. Jezus, wat een gedoe. Nederland gefukt. Echt wel, wat een go. Oké, maar deze moet je zingen, ja? Oké. Wat is mijn go-to karaoke nummer? Wat is go-to? Is dat is dat generation... Wat je altijd kiest. Oh. Wat is mijn favoriete karaoke nummer? Whenever you've got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me? Run to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder now and then. You need someone older, so darling. You run met je rug naar de muur. Wat? Ja. Even kijken. Daar bent. Wat was mijn favoriete scène om te spelen uit de tropenjaren? Ik denk dat je de Ritalin en de dinges hebt geslikt tegelijkertijd. Ja, dat klopt. Ik had op een gegeven moment dus Ritalin geslikt en slaappillen. Tegelijkertijd, dus ik ging en een soort van uit mijn bol, ik ging een beetje hard en ook viel ik in slaap. Dus ik had een beetje die combinatie van dingen van wegvallen en dan weer heel erg aanstaan door de Ritalin. Dat was leuk om te spelen. Uiteindelijk lukte me niet om een speech te geven en valt natuurlijk alles in het water. Maar dat gaan jullie zien in Tropenjaren. Henry, wat vind ik de leukste emotie om te spelen? Dit weet je. Als jij zegt, dit weet je, dan komt er ineens een soort druk en voelt het niet meer vrij. Oké, dit weet je niet. Nee, ik heb geen idee. Boos? Ja. Heerlijk. Het is wel heerlijk om legitiem boos te zijn. Ja, maar ik bedoel, je kan het ook goed. Jelka, ja. Welk accent kan ik het beste nadoen? Brabants natuurlijk, maar dan ben je gewoon. Je kan best wel goed Limburgs. Ik weet wel welk accent je niet kan doen. Utrechts. Utrechts. Ik kan geen Utrechts. Nee. Echt niet. Ik kan alles. Maar dat is echt iets wat je niet kan. Hé. Hey. Ga je mee, Jurgie? Ga lekker naar het neuden. Hé. Hey.
Hé, hey, Jurgie, hey, gelegen wel, Jurgie, hé. Gelegen wel. Wat heb je die bakkelon, hoor? Bakkelon? Wat heb je die bakkelon? Heb je die bakkelon? Hey, Jurgie. Nee, ik pies mijn broek. Oh, oké. Okay. Welke scanner uit tropenjaren zou mij ook kunnen overkomen in het echte leven, Jan? Dat je de schuld krijgt van iets wat je niet hebt gedaan. Nou, ik was bang dat je zou zeggen met een jeep vast komen te zitten in de modder. Oh ja, had ook gekund. Ja. Nee, dat zou mij dus niet overkomen. Nee, dat is waar. Ik ben een skilled driver. Ja, dat is waar. Ik hou van. Ik ben namelijk een echte man. Heel veel mensen denken van, oh Henry, hij is woke. Hij is, ik ben ook woke. Maar ben je dan toxic? Nee, ik ben ook zeker niet toxic. Ik ben een zachte man. Ja. Ik ben een gevoelige man. Ik wil niet zeggen dat ik niet van 4x4's hou en jeep rijden. Lekker banjeren. Ik heb ook motoren, hè? Ik ben best wel tof. Ja, dat is best wel tof, dat is wel waar. Ja. Wil je verkering bij mij? Ja. Oké. Ik weet beter gemaakt. Wil je trouwen? Oh my god, yes. Ze zegt yes. Volgens mij kennen elkaar best goed. Zeker. Fijn je weer te zien. Staat je goed, deze lipstift? Kijk nu. Nee, eerst die camera. Oké. Okay. Kijk nu naar Tropenjaren seizoen 2 op NPO Start. Wil je ook iets zeggen? Oké, nog een keer. Dit was al goed. Ja, dat is ook grappig. Kijk nu naar Tropenjaren seizoen 2. Op NPO Start. Ik kan ook even op die. Ja, maar jij zit toch op die? Op M. Ja, maar... Kijk, ik doe tekst op die. En je... Oh nee, ik doe tekst op die. Ja. Oké. Kijk nu naar Tropenjaren seizoen 2. Op NPO